Hallo, is er iemand thuis? Ding dong! Ja, ik kom eraan! Ja, open, doe! Gerard, rustig aan, man! Hey! Goedemiddag! Je hoeft niet onder mijn jonker aan te bellen en te schreeuwen, joh. Je kan ook gewoon rustig aanbellen en wachten of iemand de deur open doet. Oké, okay, poging 2. Ja, poging 2, doe maar. Ik wacht wel weer hier binnen. Goedemiddag, is er toevallig iemand thuis? Hallo! Hey! Hey, Gerard, kom binnen! Nu mag je binnenkomen. Ik zie dat je weer een normale grootte bent. Ik doe de deur even achter je dicht. Ik wou zeggen, hang je holbewoner outfit maar op, maar dan ben je compleet naakt. Dus dat wil je ook niet. Wil ik ook niet, nee, natuurlijk. Nee. Kom binnen. Kom je gezellig op de koffie of ga zitten hier. Ik heb wel zin in een driegangenmenu. Nou, ga zitten. Ik ga kijken wat ik voor je heb. Ja, succes. Nou, wat heb ik voor jou, Gerard? Een viergangenmenu, zeg je? Een viergangenmenu met toetje. Met? Toetje. Met toetje, prima. Ik heb vier dingen voor je. Oh, nou, ik heb heel veel trek. Laten we beginnen met de amuse. Ja. Dat is dit. Dat is Frans. Heerlijk. Het is tussen je tanden doen en dan krijg je een beetje smaak eruit. Ja, voor... geen idee. Nou, lekker. Dan doe je ding. Ik haal de tweede erbij. Jongens, ik heb helemaal niks in huis. Dus ik had geen bezoek verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb letterlijk niks in huis. Heb je ook toevallig een prullenbak? Ja, hier. Kijk, dit is gang 2. Dan kan je gelijk je gang 1 in stoppen. Dat houdt gang 2 in. Nee, niet kotsen. Oh, sorry. Het is niet de bedoeling dat je erin gaat kotsen. Nou, gang 3 is helaas... Dat gaat heel snel dit. Dat moet je van het... dat moet je van het touwtje eten. Kan je maar zeggen, voeren? Ja, ik kan hem wel van je mond stoppen, als je wilt. Dus mondje open. Lekker. Kom, ik ga op tafel staan. Komt ie, het worteltje gaat erin. Oké, nou, wat vond je ervan? Hij smaakt naar wortel. Ja, dat is ook een wortel hier. Mag je er nog na afloop aan sabbelen? Ben je al klaar voor je toetje of zeg ik kon nog even alles laten zakken? Nou ja, een viergangenmenu, dus ik zoek nog iets anders en een toetje. Ja, oh, en een toetje. Ja, dat hoort er wel bij, hè? Oh, ja, wacht. Ik heb hier het laatste gang in ieder geval voor je en dat is een appeltje. Meen je niet. Dus die kan je daadwerkelijk eten. Dat is eigenlijk het enige eten wat ik in huis heb. Ja, ik heb momenteel niet zoveel trek, maar ik eet er zo wel. Hoezo? Je hebt helemaal geen trek. Je kwam voor een viergangenmenu, maar je hebt niet eens trek. Weet je, dan krijg je ook geen toetje, Gerard. Nou. Hé, maar heb jij mijn huis überhaupt wel eens gezien? Of wat? Weet je dat nou weer? Wat is wat? Een schilderij? Nee, we zitten binnen, maar het regent. Het regent? Hoe bedoel je het regent? Oh, mijn lekkage bedoel je? Ja, het druppelt hier inderdaad naar beneden. Ja. Moet jij niet even een installateur bellen? Ja, ik heb Benny al. Misschien van Picobello BV. Picobello BV, wat is dat nou weer? Ja. Hé, hey, maar wil je anders een rondleiding door mijn huis hebben? Nou ja, ik krijg toch geen gang in die muur. Gangen meer. Ja, ik heb je vier gangen gegeven. Nou, welkom in de keuken. Dit is waar ik vier gangen maak voor mensen zoals jij. Binnenkort zou ik daadwerkelijk misschien wat meer eten hebben in plaats van stokjes en weet ik wat. Dan kom ik terug. Dan kom je terug. Hier is mijn opslag. Daar sla ik dingen op. Dat is meestal zo. Ja, daarom. Dus nou, kom verder. Komt terug, bedoel ik. Je hebt niet heel veel, veel ruimte, hè? Nee, het is niet echt veel. Maar ja, ik moet dat doen met de ruimte die ik heb natuurlijk in mijn huis, hè? Je hebt een ongelooflijk groot huis, meneer. Dat valt wel mee, toch? Ja, hoe groot het huis is. Oké, nou, kijk, dan hebben we hier de logeerkamer voor de gasten. Dus dit is voor mij. Ja, als jij een keertje wil komen logeren, Gerard, dan mag het. Kijk, de lamellen die kun je open doen als je wil, dan kan je naar buiten kijken. Maar ja, ik dacht, het is een slaapkamer, dus het is wel fijn als ze dicht zijn, weet je. Daar zit een schakelaar voor de lamp. Ja, die kan niet. Dat is altijd licht hier binnen. Dus je moet gewoon goed je ogen dicht doen als je hier slaapt. Ja, pas wel zo'n maskertje, denk ik. Ik heb vast wel een maskertje voor je. Nou, dan gaan we hier naar boven. Kom maar. Kijk, dan heb je een ladder in je huis. Ja, een ladder in mijn huis. Er was geen ruimte voor de trap. Oh. Dit is mijn slaapkamer. Hier slaap ik altijd. Ik heb lekker een tweepersoons bed voor mezelf. Ben jij daar boven? Nee, dat is... Nee, dat ben ik niet. Hoe zou ik dat zijn? Ja, ben je... Waarom hangt die dan? Ja, weet ik niet. Dit is gewoon een mooie schilderij. En dit is mijn aquarium zonder vis. De deurbel. Wacht even voor, Gerard. De deurbel gaat. Okay. Ik val naar beneden. Zou dat Fred zijn? Fred. Ja, Fred. Of Benny of Fred of Benny, weet ik veel. Benny, denk ik. Rick? Hey. Wat doe jij nou hier? Wat doe jij hier? Hoezo? Wat doe ik hier? Ik woon hier. Hallo, jij belt aan. Hoezo? Dan ga je toch niet vragen, wat doe jij hier? Jij woont hier? Ja. Ja, dit is Rick, Gerard. Die ken je misschien nog wel. Hallo, ik ben Harry. Ik ben Rick. Kom binnen, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Gezellig. Voeten vegen. Ja, doe je voeten maar even vegen. Ja. Hey, welkom in mijn huis. Ik heb net een rondleiding gegeven. Ja, we wisten dat je kwam, dus we hebben vier gangen menu voor je gemaakt. Ik heb echt honger. Ga maar lekker zitten. Ja, mag ik zitten? Oké. Ik heb echt honger. Dat is aardig van jullie. Ik krijg alles in één keer. Alles in één keer. Wat doe jij hier? Wat zie je er slecht uit, man? Ja, wat is dit? Je ziet er helemaal verstrooid uit. Wacht, ik kom even tegenover je zitten. Ja, het is een lang verhaal. Het is echt een... Een lang verhaal. Ja, jullie... Ik weet niet wie jij bent, maar... Zijn tot net bij je dementen, zo!
Sorry, Gerard. Jij ging met je luchtballon. Ik heb jou zien wegvliegen met je luchtballon. Ja, we zijn de stad uitgegaan, de luchtballon. Het was allemaal een groot avontuur en zo. Dat is een tijdje geleden inmiddels, ja. En je hebt mij achtergelaten. Ja. Je vroeg niet eens of ik mee wou. Fred zei, je mag een aantal mensen meenemen met de luchtballon. Inmiddels, kijk. Is je niet mee? Nee, kijk, kijk, kom eens. Oh, ik kom mee. Kijk, de luchtballon staat inmiddels, als het goed is, Kijk, daar hangt hij, zie de luchtballon. Oh ja, ik zie hem. Ja, dus als je nog een keer een ritje wil maken, dat mag, maar... Ik wil wel een keer een ritje maken. Ja, weet je wat het ding is? Fred die zei tegen mij, weet je Max, we gaan met de luchtballon weg. Er kunnen maar een paar mensen mee. Toen zei ik, nou weet je, ik wil wel die meenemen. En toen zei hij, kan niet, we zitten al vol. Dus ik mocht helemaal niemand meenemen. Ik mocht letterlijk, het zat helemaal vol geboekt. Dat is jammer, maar oké. Ja, in ieder geval, ik wou dus graag mee, maar je liep mij dus achter. Hij liep me achter, Gerard. Hij liep me gewoon achter. Ik heb meerdere mensen achtergelaten in de stad. Dus, maar toen, het was helemaal niks binnen Content Veen. Ik denk, ik wil hier weg. Dus ik heb een nieuw leven opgestart. Ik heb een prachtig attractiepark gebouwd. Ja, een attractiepark gebouwd. Ik hou van achtbanen. Hoe kom je hier überhaupt? Wacht eens even. Attractiepark, op dit eiland of? Nee, niet op dit eiland. Oh. Okay, het is eigenlijk een heel triest verhaal. Ik heb dus een prachtig attractiepark gebouwd. Ik ga trampoline springen. Gaat trampoline springen, ga verder. Oké. Maar, dus prachtig attractiepark gebouwd, maar er wil niemand komen. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb flyers opgehangen. Ik heb reclame gemaakt. Niemand komt. Ja, attractiepark. Ja, dus ik ben eigenlijk op zoek naar bezoekers. Dus ik heb hier met mijn vlot... Ik heb een vlot gebouwd om mensen te gaan zoeken. Ja, ik kan hem wel even laten zien. Wacht, 2 seconden. Blijf heel even staan, oké? Ja, 2 seconden. Gerard. Kom je mee springen? Ik spring wel even mee. Hey, zou jij zin hebben om naar een... Oh, wacht, we moeten wel tegelijk springen, anders word ik duizelig. Wacht. 3, 2, 1, spring. Zou jij het leuk vinden om samen naar een attractiepark te gaan? Of we springen nog steeds niet tegelijk, wacht. Ja, ik ben wat zwaarder, hè? Wacht. Stop met springen! Nee, ja, oké. 3, 2, 1, spring. Oké, Gerard, zou jij het leuk vinden om samen naar een attractiepark te gaan? Ik zou eerlijk gezegd geen zin hebben om met Rick mee te gaan. Weet je, het ding is, ik zei wel dat het vlot, of de ding is vol zat, weet je. Ja. Zijn, de luchtballon, maar het was eigenlijk zo. Ik wilde gewoon niet dat Rick meeging. Ja, maar hij ziet ook zo ongelooflijk onverzorgd uit. Ja, hij ziet er slecht uit. Wacht, ik ga eraf. Ja. Ik ben helemaal gekkie van. Hij ziet er slecht uit, hè. Dus zullen we gewoon met hem meegaan, maar... Nee. Of, ja, wat zeg jij? Ja? Zullen we naar... Want ik heb ook ontzettend veel zin in een lekkere suikerspin. Jij hebt zin in een suikerspin. Alleen als hij suikerspin heeft, gaan we mee naar zijn attractiepark, oké? Ja, anders niet. Anders niet, inderdaad. Oké, dan is dat ons enige eis die we hebben. Wacht, doe mijn deur wel. Hij moet wel iets aan zijn kleren doen. Dat ziet er echt niet uit. Hij moet wat aan zijn kleren doen. Rick, we zijn tot de conclusie gekomen. Wij willen heel graag mee, Gerard en ik. Ja. Enig ding is, we willen wel heel graag dat het suikerspinnen zijn. Dat kan wel, toch? Ja, die heb ik. Ja, zolang jullie maar meekomen. Even iets verzorgd eruit moet gaan zien. Je ziet er echt onverzorgd uit. Je broek is stuk. Je t-shirt is stuk. Je muts is helemaal gesloten. Het ziet echt niet uit, hè? Kijk ons twee dan. Wacht even, Gerard. Kijk mij dan. Gerard, die telt je niet. Kijk mij. Ik zie er persoonlijk uit. Wat nou? Ja, ik heb een prachtige gele oranje trui voor jou gemaakt. Je draagt hem niet eens. Want ik heb hem niet meer. Nee, je bent hem kwijtgeraakt. Ja. Nou dan. Dan kan ik hem toch ook niet meer aan doen? Nee, dat klopt inderdaad. Maar jij ziet er ook onverzorgd. Kijk, die man hier is 200 jaar oud. Jij bent nog jong. Jij moet er fit uitzien. Ja, ik heb 3 weken op een vlot gezeten. Ik heb alleen maar keel gegeten. Is het 3 weken reizen? Ja. Naar jouw eiland. Dat heeft echt sla over. Nee, Gerard, we gaan dit doen. Het is drie weken. 3 weken reizen naar het eiland van Rick. Nee, maar ik weet nu een snellere route. Ik heb omgevaren. Geloof jij dat, Gerard? Nee. We gaan wel mee. Het is nu 2,5 week. Kom maar. 2,5 week? Ja, maar ik heb ook echt... Ik heb een speedboat. Het is niet normaal. Kom mee. Oh, ja, het gaat niet... Niet normaal. Volgens mij zei je net wat anders. Nee, ja, speedboot. Als jij speedboot kan betalen, waarom gaat dat zo slecht met je park? Ja. Ja, omdat niemand wil komen. Kijk, daar staat hij. Speedboot? Dat is geen speedboot. Kijk, met het zeil en zo. Oh, je weet niet eens waar je naartoe vaart. Jawel, die Gerard. Nou, laten we maar gaan, Gerard. Ik hoop dat als we terugkomen dat... Ik hoop dat we ooit nog terugkomen. Ik ga een bommetje doen. Doe jij maar een bommetje. Gerard? Ja? Kan je zwemmen? Wat dan? Ah, ik kan onder water praten. Oké, ik kom eraan, Rick. Ja, super. Even kijken, ik moet even... Kom nou omhoog, Gerard, je moet wel zwemmen. Oké, ja, dat weet ik niet. Ja, okay, wat, ik moet even hoe de gaat het losgooien. Hoe werkt dit?
Ja, ik, even aan de, ik moet even aan het cel even kijken. En we gaan het niet overleven, Gerard. We gaan echt mors dood. We gaan echt mors dood, inderdaad. Nou, Rick, ik ben benieuwd waar we heen gaan. Zo, ja, we gaan die kant op. Dus we kunnen. Nou, daar gaan we. A few moments later. Oké, 3, nog 2, nog 1, nog 1. Oh, nog één. Hey, hey, we zijn er. Oh. Hey, wat is welkom. Dit nou? Welkom, dit is mijn attractiepark, welkom. Oh, Rick Parcours. Oh, hier heb ik zo geen zin in. Ik ook niet. Waarom, hij zegt niet? Dat het een attractie... Je zei attractiepark! Ja! Ja. En dit is een parcours! Het attractiepark zit achter het parcours! Oh, dus als we het parcours halen, dan zijn we in het attractiepark. Dus moet ik dat hele lange Rick, stuk... Rick Parcours staat er. Moet ik dat hele lange stuk gaan parcouren zonder enige suikerspin? Ja, waar is de suikerspinnen? Ja, in een park daarachter. Ja, heb je hiervoor geen suikerspinnen? Nee, die heb ik niet. Oh mijn god. Ik kan niet mee. Nee, Gerard. Dit was lang reis, je gaat nu niet terugzwemmen, dat overleef je niet. Wat is hier ondiep trouwens? Ja, dat vond ik dus ook. Ja, we zijn dus ook een soort van gestrand, dus we moeten ook kijken hoe we terugkomen. Oh god, dat wordt nog wat. Nou, laat eens zien wat jouw... Leidt ons eens rond in jouw elitenboertje. Ja. Wat? Iemand die... Was jij het boertje niet? Oké, laat eens zien, wat heb je allemaal? Oké, nou, kom mee. Een klein stukje zwemmen. Ja, prima. Dat is meer lopen over door de diep water. Ja. Daar is de boot. Dan gaan we daar omhoog. Ja? En dan, kijk, jullie gaan voornamelijk het parcours doen. Ik heb dit natuurlijk al 30.000 keer gedaan. Ik kan dit als heb de beste. Je ooit, zijn wij je eerste klanten? Of... Ja, dus... Omdat... Is het veilig? Volgens mij wel. Volgens mij? Nou, hallo, volgens mij. Ik wil het zeker weten. Ik wil ook zeker weten dat we dit overleven. Ik ben nog zo jong, ik ben niet als de echte. Jong, Gerard, je bent echt... Hoe oud ben je precies? 76. 76, man, jij bent volgens mij 330. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Maar goed, nou, laten zien. Nou, het is dus... kijk, je loopt hier zo. Ja. En dan, kijk, dan loop je zo, zo, ja? Zo. Mag kijk, ik deze dingen gebruiken? Dat mag. Oh, prima. Kijk, okay. Dit is het eerste parcoursje. Kijk, hey, dan een beetje zo. Hey. Ja. Kijk, zie die Gerard gaan, jongen. Hey. Gerard, ja, hoe snel ga jij? Hartstikke idee. En dan hierheen? Kijk, prima. Maar kan ik gewoon over de lelies lopen? Inderdaad, ja, dat klopt. Dat doe ik ook gewoon. Nee, ik kan ook gewoon lopen. Oh. Oké, en dan? Oh! Wat is dit? Wat is dit voor... Wat gebeurt hier? Kijk, als jij dus de grond raakt zonder dat het mag... Dat wou ik jullie even demonstreren. Ik wist dat dit ging gebeuren natuurlijk. Dan word je teruggebracht. Dus als we de grond aanraken... We moeten het helemaal halen zonder de grond aan te raken. Dat meen je. Ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Oh, nee. Leuk, hè? Oh, nee. Dit wordt wat. Oké, wacht. Dit begin is best makkelijk, dus... Ik denk, Gerard, dat we het schip op moeten klimmen. Gerard, ik zei het nog. Daar zijn we. Is dit... En wat is dit voor schip? Had je niet gewoon met dit schip kunnen varen in plaats van dat vlot daar? Ja, maar er zit een lek in. Zie je dat? Ah, er zit een lek in. Ik snap hem al. Daarom heb ik hier niet mee kunnen gaan. Nee, maar het doel is nu dat we gewoon... Weet je wat? Wacht even, Rick. Je zegt hierachter zit het, maar ik zie helemaal niks hierachter. Nee. Of is het boven? Nee, boven. Ja, dit verhaal wordt gekker en gekker, vind ik, Gerard. Nee, ik weet nee, niet nee. Wat we hiervan moeten vinden. Allemaal lulverhalen. Nou, laten we maar even goed het parcours proberen te halen. En dan gaan we daar op eens op, meen je niet. Dan gaan we daarna kijken of we suikerspin kunnen halen. Hé, wat is dit? Dit knopje hier. Niet afvallen. Ik krijg veel spijt. Wat is dit? Een checkpoint. Dat meen je niet. Dus elke keer als we nu hier zijn, dan moet Gerard moet het opnieuw. Kom, Gerard, ik ga toe kijken. Je kan het. Heel veel druk staat er op mij nu. Je kan het, Gerard. Heel veel druk op je. Oh, daar gaat hij. Kom op, je kan het. Je kan het, kom op, springen. Spring, hier is de checkpoint. Spring. Oh, omdat wij de checkpoint hebben. Ja, nee, dat wist ik. Dat wist ik natuurlijk. Ja, het klinkt alsof jij ook niet zo goed weet wat hier allemaal gebeurt. Jawel, wat wij je eerste klanten zijn. Mijn naam staat op het eiland. Ik weet precies wat hier gaande is. Je naam staat op, volgens mij heb je dit eiland gewoon zo gevonden en je naam erop gezet, of niet? Daar wil ik niet over praten. Nou, wat moeten we doen? Laten we maar gewoon gaan. Laten we het maar gewoon proberen te halen. Gerard, het is zo'n klein sprongetje, zoals ik niet kan halen hier. Kom, okay. Dankjewel. Oeh, dat ging net dan goed. Pas op dat je niet de grond raakt, want ik denk als dat gebeurt, dat je dan niet overleeft. Niet zo snel gaan, man. Ik ben heel... Hier. Ik moet zeggen, ik vind het een leuk attractiepark, zover. Ook al is dit al niet het attractiepark gedeelte. Dank je. Ik vind het leuk. Ga weg, ik vertrouw jullie. Hoezo? Ik zei je gewoon keurig dat je ik vond de vorige leuker. De vorige? We hebben helemaal geen vorige. Oh!
Dat jij je kleding allemaal vertelde, waar je je kleding kwijtraakte. Ja. Ah. Ik wist het. Oké, dan heb jij vrij. Kun jij doorgaan, ik? Nee. Oké, ik ga checkpoint halen, jongens. Hier. Hoppa. Nee, laat ons meedoen. Dan moet je goed zijn, Rick. Kom maar. Ik heb hem. Goed zo, Gerard. Oké, Gerard, nu moet jij even leiden. Ik heb de vorige... Laat eens zien hoe het moet. Vertel wat je doet. De deur open. Ja. Spring. Schuin naar voren. Spring. Mis. Schuin naar voren. Missen. Spring. Nee, missen. Oh, nee, missen. Sorry, ja, missen. Nog een keer. Missen. Nog een keer. Nu moet je hem halen. Ja. Nou, Rick, kan je het ook. Oké, dus missen. Ja. Ja, missen. Nog een keer missen. En dan haal je het. Of nog een keer? Ja, nee, nu haal je het. Ja, oké. Okay. Goed zo. Ja, en dan ga je vierde kast. Ja? Gaan we hierheen? En dan ga je dan hierheen. Omhoog. Waar zijn we? Wat is dit? Ja, voor een rare Rick, wat constructie heb je hier allemaal. Ja, dit, wat heb je allemaal gemaakt? Ja, hier heb ik tijdelijk gewoond. Oh, dit. Ah, dit nou, ik vond het al zo stinkt hier binnen, maar dit is waar je bed is of zo. Stop. Wat irritant dit. Ik haal het. Irritant! Oh, hier moeten we heen. Ah, en dan hierheen. En dan zo, en dan hier omhoog. Nou, hoppakee, ik ben boven. Stop maar, jongens. Stop mijn hoofd. Ja, je moet ook niet tegen die dingen zo, tegen die trapdoor aan springen. Dat weet ik nog allemaal. Ja, goed zo. Oké, en dan hierheen, denk ik. Hierheen. Nou, hier. Ah. Het is nog best wel moeilijk af en toe, maar dat komt omdat het druk is. Ik denk als je hier eentje bent, dat het makkelijker is. Oh, nee. Dit doen we allemaal om dit... Oh, dit gaat echt vervelend worden. Oh, chips. Nee. Dit doen we allemaal om dat attractiepark te zien. Ik ben heel benieuwd naar het attractiepark. Mag ik even een boertje laten? Jij mag een boertje laten. Nee! waarom wil je specifiek een boertje laten? Hij moest er gewoon even uit. Wat is dit, een irritante sprong? Ja, en deze is heel naar. Wacht. Oh! Dit kunnen we. Hey. Ik ben het verleerd. Ik heb dit al een tijdje niet meer gedaan. Ja, ik heb hem! Oh mijn god, ben ik er blij mee. Kom op, Geri! Kom op, Rick. Gewoon halen, gewoon springen. Ja, laatste sprongetje. Ja, nee! Nou, je haalt het niet eens. Ben jij slecht. Kijk wie je meer haalt. Nee, Gerard. Niet mij slaan. Nou. Zijn nou elkaar? Nee, dat ben je niet. Waar ben je, Gerard? Oh, je staat helemaal daar. Ik was bijna helemaal beneden. Kom op, Rick, snel. Gerard zit achter je. Nee. Oh. Ik kan dit niet. Je bent niet de beste, hè, Gerard, in dit. Nee, ik ben heel slecht erin. Oh. Ja, kom op, oké. Ja, Rick heeft hem! Ja. Nee, Gerard! Nee, ga weg! Hij staat er ook echt onder te wachten, hij is weg. Kijk, je hebt hem. Ah, dat scheelt. Kom maar, Gerard. Kom nou. Kom maar aan. Kom maar, Gerard, het is veilig hier. Ja, nu kan ik het ineens. Het is helemaal veilig hier. Wat zijn er tegen die muur aan? Ja, ik ben bang voor Gerard, ook voor jou. Ik heb zoveel moeite gedaan om hier te komen. Hey! Gerard, Shango. Nou, doorspringen, kom op. Je kan het, we gaan je niet slaan, we gaan gewoon door. Ik kan niet voor Rick spreken trouwens. Dat is een moeilijk sprongetje. Nee, zo. Oh, dat is heel waar moet ik naartoe? Hoe heb jij dat sprongetje gehaald? Ik moet hier naartoe. Ah, nee. Checkpoint. Je ging bijna in de lava. Wacht, we moeten Gerard nog opwachten. Oh, hoe kan je dat sprongetje nou ook alweer niet halen? Ik haalde hem net in één keer, maar iemand sloeg me. Je sloeg me? Helemaal niet. Kom dan. Ik ga niet slaan. Nee, ik ga niet slaan. Nee, je sloeg me niet. Nou, kom op. Oké, we gaan echt niet slaan. Nee, we zien het vlot waar we mee aankwamen. En het begineiland. Ja. Ik ben zo benieuwd naar dit pret. Heet! Kom op, Gerard, opschieten. Oh, je staat in de fik. Heet! Oh, Gerard. Heet! Gerard. Heet! Ja, kom. Kom. Nee, we gaan hier niet slaan. Oh, dit vind ik leuk om met jullie erbij te doen. Gerard, waarom? Oh. Nee! Rick, zeg maar dat ik terug ga komen! Nee, Gerard! Nee! Oh, gelukkig, ik kan het overleven. Nee! Oh, nu ben ik ook weer. Waar ben jij, Gerard? Ben jij weer daar of zo? Waar ben jij? Ik ben helemaal beneden. Helemaal beneden. Bij het vlot. Ik ben bij de paarse huis van de deur erheen moesten. Wat? Wat doe je daar? Je moet helemaal weer drie keer meer springen voordat ik door dit gat heen mag. Ik haat de lava. Niet slaan. Wacht, waar is checkpoint? Waar is Gerard dan? Ik kom zien. Oh, is aan de andere kant helemaal. Ja. Oh, wacht, misschien kunnen we hier. Hoi! Oh, dat kan niet. Nee, kan niet. Ik zie je. Pedro? Achter je. Hoi! Achter je. Oh, daar, Gerard! Oké, kom op, laat even halen.
Ja, tot straks. Dat kan je. Tot straks. Kom, Rick, we gaan eentje verder in de tussentijd. Ja. Oh, wel mooi dit, moet ik zeggen. Het ziet er heel leuk uit allemaal. Ja, dankjewel, dankjewel. Het is heel vredig om hier lekker overheen te parcouren en zo. Ja, hè? En hier moeten we naar beneden. Oh. Oh, nee, niet naar beneden. Dat was een prankje. Ik zei de fik. Nee, je moet wel naar beneden, alleen denk ik op een andere manier. Ah, lava. Ik haat lava. Ik ga even inspecteren. Oh, er zitten daar slimeblocks. Ik bedoel, er zitten daar... Ah, chips. Wat zei je? Er zitten daar slimeblocks. Ah, dus ik snap hem wel beter al, Gerard. Je bent er weer, gezellig. Top. Nou, kom mee. We moeten hier een stukje halen. Je mag niet van de blokjes afwijken, anders ga je dood. Nee! Ik denk dat je hierheen moet. En dan... Wacht, ik wacht wel even op jullie. Kom, Gerard. Nee, niet doen. Ga gewoon. Ik blijf in de fik staan, maar ik krijg geen pijn. Waar moet ik heen? Hierheen, jongens. Kijk, ik denk dat je dan... Kijk, waar zijn jullie? Ja, hier. Niet slaan, Gerard. Niet slaan, beloof het me. Kijk, ik denk als je hierheen moet en dan... Oh, ja, heb ik het gehaald? Zo, ja. Heb ik het gehaald. Ja, dit is het. Bye. Hierheen. Op de slimebox en naar hierheen. En naar hierheen. Oh. Oké, ik zal het niet nog een keer doen. Ik beloof het. Ik vertrouw je niet. Nee, ik ga op een afstandje wachten. Chips. Ik ben heel teleurgesteld in jou. Hoezo? Ja, ik ben weer helemaal bij dat stomme rotpaashuis. Hoe kan dat dan? Dat weet ik ook niet. Hoe kan je helemaal daar eindigen? Heb je hem nou, Rick? Oh, kom, ik ga niet slaan. Ja, ja, lekker. Nee, tuurlijk, Rick, ga je niet slaan, hè? Nee, dat vond ik ook net. Echt niet. Jawel. Echt wel. Ja, maar toen... Ja, heel leuk. Maar nee, niet leuk. Hallo. Oh, je hebt hem. Hallo. Ja. Ik wil zeggen hallo. He. Hallo. Nou, hallo. Mijn naam is Kerry. Oké, kom. We gaan hierheen. Dan gaan we door. Ik denk dat we er bijna zijn. We er bijna. Ja, hier is een checkpoint. Daar kan je gewoon veilig op staan. Heb je hem? Ja. Oké, nou, als je doodgaat, Gerard, kom alsjeblieft gewoon bij het goede checkpoint terecht. Oh, ja. Wat moeten we hier doen? Moeten we hier op de bamboe? Maar dat is toch onmogelijk? Ja, nee, op de bamboe. Op de... Oh, dat is niet te doen! Je moet eerst op die kleine, hier, deze. Oh, eerst op die. Die zag ik ook niet eens. Gerard, ik denk dat je eerst op de... Oh, wat irritant dit. Wat irritant. Hoi! En hierheen. En dan gok ik op die grote... Nee. Oh, wat irritant dit. Rick, waarom sloeg je me? Ik sloeg je niet. Ik vind het een aardig moeilijke poer dit. Vooral dit met die bamboe. Ja, maar ik heb wel echt mijn best gedaan. Ja, kun je niet gewoon deze kippen en dan gelijk hierheen springen? Nee, dat kan niet. Want dat had Rick dat al gezegd. Nee, maar dat je zeg maar van die naar nu naar die springt daar. Als je springen, Gerard. Hey, geef me een setje. Oké, wacht, ik geef jou een setje, Rick. Ik heb hem. Nee, is niet nodig. Je kan gewoon door, ja. Oké. Kom op, Gerard, springen. Lekker, Gerard. Dankjewel. Dat is die knop, dat doet niks. Oh, en dan? Nee, Gerard, dat is oneerlijk. Ik heb jou, geen één keer geslagen. Ik heb jou geen één keer... Ik haat je echt, Gerard. Ik haat je persoonlijk hier. Nee. Ben je hier? Oh, je bent wel hier beland. Ik wou gewoon één keer terug, maar niet... Nou, ik sla jou toch ook niet? Nee, waar ben jij, Rick? Waar ben jij, Rick? Ik heb hem al gehaald. Ik sta hier Oh, je hebt hem al gehaald? Oh. Ja, ik had hem ook gehaald, maar ja, iemand sloeg me. Jij sloeg mij er ook af, Gerard. Ja, maar dat was gewoon payback. Payback voor wat? Gewoon van alles. Nee! Pak hem, Gerard! Nee. Pak hem, Gerard! Oh, nee. Waarom ga ik omhoog? Wat gebeurt er? Oh. Wat irritant, waarom gaan we omhoog? Nee, oh, wacht, stop! Wacht. Oh nee, jongens. Maar dit is teamwork, jongens. Het gaat, we hebben tijd nodig. Niet ja, slaan. Kijk, en nu hoeft het niet meer. Nu hoeft het niet meer. Stop ja, maar, met... stop ermee, ik ga ook omhoog! Ja, maar stop met dat blauwe ding staan! Ja, doe nee, dan ga ik cheaten. Nu kan ik vastspelen. Nee. Ja, ik heb vastgespeeld, jongens! Ja, dankjewel, Gerard. Ik heb een heel stuk vastgespeeld. Ik heb echt een heel stuk vastgespeeld omdat jullie met ik bleef maar vliegen door jullie. Ja, waar moet ik heen? Ja, kijk jongens, ik ben al helemaal hierboven. Boven jullie. Kijk, die blauwe dingen bleven maar zorgen dat ik ging vliegen. Oké, kijk, springslaatje. Wacht, hier ook. Gerard, hier. Oh. Waar moeten jullie heen? Wat moeten jullie doen? Kom op, Rick! Kom op! Oh, wacht. Nee, jij. Wat moeten jullie doen hier? Ik heb het niet eens kunnen zien. Ja, ik heb ook geen idee. Oh, je moet hier over de vensters, denk ik. Ja, en dan? En dan... Ja. Ja, en dan? Ja, dat is het beste van ook niet. Oh, hier, ik heb hem al, denk ik. Oh, op de boom. Van boom naar boom. Nee, maar dat gaat nooit. Nee! Ik woon shit hierheen. Ik ben zo blij dat ik dit niet hoef te doen, want ik snap het niet. Is dit geen slijmblok eronder, onder die carpet? Oh, dat zou nog wel eens kunnen. Ja! Ja! Kijk, ik ben slim, hè? Hier, doe me opnieuw.
Nee! Okay, maar even doen, Max. Okay. Maar nee, maar ik heb checkpoint al. Kom, Geri, ik heb jullie geholpen. Ik ben, Ja, je hebt me geholpen. Ja, je sloeg me. Maar... Ja, ik heb toch gezegd dat het een slijmblok was. Ik zag dat al snel. Ja, maar waarom sloeg je me dan? Zien. Ja, omdat je het dan nog een keer moest doen. Omdat ik je geholpen had met wat het was. Even kijken. Oh, wat een mooi... Hallo. Pad. Gerard, wat ben je? Ik durf niet op het randje te kijken, maar die is. Moeten we weer huizen in? Nee, toch? Nee. Kijk, hey, dat is er. Let's go. Gaan door. Waar moeten we heen? Ja, dat weet ik niet. Niet hier. Hierheen? Maar hoe komen we hier overheen? Oh, heel, heel makkelijk dit. Gewoon hierheen. Zo, zo, zo. Kijk. Nee, die duwde me! Daar ben ik geduwd. Ja. Is Gerard naar beneden geduwd? Oh, hij is er alweer. Ja. Nee! Nee, nee, nee. Oh, ja. Hij is ook helemaal beneden. Oh, daar ben je alweer. Ik vind het helemaal leuk. Oh, dan moet ik ook weer even hierheen. Stop, ik slijm ja, je ook. Ja, stop, hou je stop. Je hoort oprecht een grote teleurstelling in Gerard. Oh, ik spring er zelf op de door, maar ik schroom. Nee, ik wist het, ik zag die vieze. Oh. Ik vind het helemaal niet leuk, dit. Oké, we hebben het. Weet je wat ik mis? Nou? Suikerspin. Ja, ja, die krijgt als we het zo meteen, de suikerspin. Oh, ik mis! Gerard, wij zijn vast door, oké? Okay? Ja. Wij zijn vast door. Jullie zijn sowieso om het hoekje te Nee, we staan niet om het hoekje. Nee, klopt. Oh. Oké, okay, nee, ik ben weg, kom maar, ik ben weg. Oh, Rick, ja, dat was jouw moment. Ja, maar ik zag hem niet. Bounce. Huh? Hoe moeten we bouncen? Zo misschien? Oh, mijn god! Haha! Nee, nu ben ik niet hier, omdat er daar geen checkpoint is. Oh, wat irritant. Ja, snap je mij een keer, hè? Hoe moet dit? Ja, dat weet ik ook niet. Hè? Kunnen we dit niet gewoon op een andere manier halen? Hoe dan? Op die... Nee, ik! Oh! Op die stoom. Je moet op die stoom. Oh, jij hebt hem! Sorry! Jezus. Heb jij hem? Ik heb hem! Dit is toch helemaal niet leuk, degene die dit heeft gemaakt? Nee, degene die hem heeft gemaakt, die wint weer natuurlijk. Sorry. Maar wacht, Gerard, hier is waarschijnlijk het attractiepark. Ik wacht wel op je. Ik zwem omhoog. Je zwemt omhoog. Oh, je gaat gewoon zwemmen. Ja, makkelijker. Dat kan je ook doen natuurlijk, gewoon omhoog zwemmen. Suikerspin! Nou, waar is het attractiepark? Waar is de suikerspin? Ja, ja, hier. Komt u maar, ja, aan deze kant. Ik ben zo benieuwd, Gerard. We hebben hier de hele tijd op lopen wachten. De hele tijd ik hoop echt zo'n hele grote. Ik hoop ook echt zo'n lekker grote suikerspin. Hier. Kijk, de suikerspin. Er is helemaal niks hier. Rick, wat is dit? Je zei dat er een attractiepark was en een suikerspin. Er zijn een paar huizen hier en een grote groene hoop stront ligt daar. Waar is het attractiepark? Waar is de suikerspin? Ja. Ja, dat was nog in... Heb ik dat niet... Wat zeg je? Wat? Heb ik dat niet verteld? Dat was nog in de aanbouw. Deze in man die lult echt alles aan elkaar, heb ik het idee. Ah, in aanbouw, man! Je hebt tegen ons gelogen! Ja! Er is helemaal geen niks. Weet je wat het is, Rick? Jij blijft hier maar en wij gaan terug met de vlot. Ja, nee, maar het is mijn vlot. Dat maakt mij niet uit! Rick, hoe kon je dit doen? Kijk, oké, de suikerspin, ik had niet zo'n zin in suikerspin, maar het attractiepark. Ja, dit is het, kijk. Wat is dit? Wat moet ik voorstellen? Kijk, hier kan je lekker op bed zitten en zo. Oh, dat is toch leuk? Dit is niet leuk. Dit is niks. Dit is plezier. Dit is stront. Dit is stom. Gerard, we gaan. Hoi. Ja, je kan zwaaien wat je wil, maar we gaan. Rick. Ja. Wacht even, blijf even staan. Oh, ja. Gerard. Oké, wacht, ik kom naar boven. Ja. Yeah. Weet je wat het is? Kijk, jij bent de eerste, ik vind het prima. Ik denk dat we een beetje op zijn gericht. Alleen ik vind het eigenlijk ook wel een beetje zielig voor Rick. Vind je het ook niet? Dat hij zo, kijk hoe hij eruit ziet. Hij is zo alleen, volgens mij. Ja. Hij kon het tegen hele parcours, kon hij zelf al niet meer goed herinneren en zo. Nee, dat snap ik wel. Zullen we hem anders meenemen gewoon? Dan mag hij bij ons. Misschien vindt hij het wel leuk bij ons te wonen. Als hij irritant is, kunnen we inderdaad altijd op de barbecue gooien. Ja. Zullen we hem meenemen en dan gewoon mag aanbieden om bij ons te wonen? Goed idee. Goed idee, ja, dat vind ik ook. Dan geef jij maar het goede nieuws. Rick! Ja, hey! Als je aardig bent, hoef je niet op de barbecue. Wacht, ik zou even relativeren. Wil je met ons mee, bij ons wonen? Want volgens mij ben je behoorlijk eenzaam hier. Ja, en dan kan ik bij jullie een attractiepark bouwen. En dan kan je bij ons inderdaad werken. En dan, je mag alleen mee als je daadwerkelijk ooit voor Gerard een keer een suikerspin maakt, oké? Ja, dat vind ik een deal. Dat vind ik goed. Dat is een deal. Prima. Nou, kom mee. Gaan we gezellig naar het... Trouwens, hoe komen we hier weer veilig beneden? Ja, zo. Oh! Oh! Ah! Het is veilig. Ik kom eraan. Oké, nou, helemaal dikke prima.
Laten we terug naar het vlot gaan en dan gaan we die stinkreis weer terug doen. Ik weet niet wat ik van dit avontuur vond, Rick. Je hebt ons echt volgelogen. Ja. Nee. Ik heb informatie achtergehouden. Je hebt informatie... Dat is niet volgelogen. Informatie achterhouden is inderdaad niet voorliegen. Nou, dag Rick Parcours. Ik vond het leuk dat we hier waren. Maar ik ben teleurgesteld dat er geen attractiepark was. En geen suikerspinnen. Nou, dan klim je boot weer op. Vooral dat laatste inderdaad, hè. Nou, Rick, rijd jij je stinkvlot weer voor en dan als we terugkomen verbranden we hem. Oh, het zit een gat in het vlot. Doei. Nou, laten we die kant op gaan. A few moments later. Oké, Max. Je mag stoppen, zijn we er bijna? Want we zijn er. Oh, eindelijk. Ik had zo geen zin meer om die squats te doen. Waar is Gerard? Hey, ben ik. Heb je de hele tijd onder de boot gehangen? Oké. Nou jongens, ik ben blij dat we er zijn. Ik vind het gek dat jij de hele tijd onder de boot hebt lopen hangen, Gerard. Ik ben maar, net een vis. Jij bent net inderdaad een vis. Hey, kom gezellig op het eiland, Rick. Ja. Ik moet zeggen, wij wonen hier ook pas net. Fred is hier ook. Alfred is hier ook. Ja, wacht, ik moet even... Ah, dit is de kant. We hebben net geparcoerd, Max. Dit moet je kunnen. Dit moeten we kunnen, inderdaad. We hebben net geparcoerd. Kijk, ik geef even een kleine... Nou, trouwens, de rondlijn krijg je binnenkort wel. Oké. Dan vertel ik je ook wel over wie hier allemaal woont en zo. En wat hier allemaal gaande is. En weet ik wat allemaal. Ik denk dat het wel leuk is als je de logeerkamer even tijdelijk mag gebruiken van mij. Maar, ja? Maar moet ik dan slapen? Wat ik dat hier gekleed? Ja, jij bent een holbewoner. Ik heb je aangeboden om een huis te krijgen, maar dat wilde je niet. Ik ga mee in Fred's bed liggen. Jij maar in Fred's bed liggen, inderdaad. Rick, kom mee. Ja. Gerard, die wou tijdelijk dat je het weet dat het groene huis is van Fred, maar die, ik weet niet waar hij vandaag was. Kom mee, gezellig zo. Sorry. Nou, kom binnen. Voeten vegen natuurlijk vooral. Ja. Hey, ik heb een slaapkamer voor je. Doe de deur even dicht. Dat is deze. Ja. Dit is mijn logeerkamer. Daar mag je uiteindelijk wel even wat een rusten. Mooie kamer. Ja, je kan de lamellen ook open doen als je wil. Dan is het iets minder donker hier binnen. Dan kan je buiten kijken. Maar ik dacht, je wil wel een beetje privé hebben, dus ik heb ze dicht voor je gedaan. Ja, nee, dat vind ik aardig van je. Hey, veel plezier. Kleed je keertje om. Neem ik hier eens een douche, kan geen kwaad. En, heb je een douche? Nee, maar ik heb wel een kaasje, dus als je lang genoeg staat, word je vanzelf schoon. Oh, dan ga ik daar zo meteen even staan. Dan ga ik even... Oké. Helemaal top, dankjewel. Nou jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken, vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer even. Rikje stinkt. In de reacties, en dan ben ik heel blij als jullie dat doen. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin ik met opa Gerard en Fred... Er was een ruzie en weet ik wat allemaal. Zeker even kijken. En nu spreek je later glaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.